Dit is Roden.nl, is vandaag aanwezig op de 18e Roder Boekenmarkt. Heer van Genne, goedemorgen. Goedemorgen. De 18e Roder Boekenmarkt. Kunt u eens even wat vertellen over deze unieke dag? Ja, dit is echt een unieke dag. Wij nodigen de mensen ook van harte uit om hier te komen. Het is zo dat wij 2 dagen een Roder Boekenmarkt houden. En dat doen wij voor 2 belangrijke goede doelen. Dat is namelijk project Ghana en het project De Kinderen van Tsjernobyl. Het project Ghana heeft ons en het project Tsjernobyl heeft ons vorig jaar €14.000 gekregen. Dus dat was een enorm succes. Wij hopen dit jaar natuurlijk op hetzelfde bedrag. En het is zo dat wij vanaf oktober hier al bezig zijn in deze locatie aan de Meester de Vries School, de voormalige Meester de Vries School hier in Roden. Dat wij al bezig zijn met het sorteren van die boeken. En dit is uiteindelijk ja, het resultaat. 40.000 à 50.000 boeken die worden verkocht vandaag en morgen. Van 9:00 tot 5:00. En we hopen veel mensen natuurlijk te ontvangen hier. Het is gezellig, het is druk. U ziet het zelf. We hebben een enorme sortering in diverse categorieën. Dus ik zou zeggen, het is een plek waar je moet zijn. En we kwamen hier aan. Het is onvoorstelbaar. Het lijkt of heel Roden en de regio is uitgelopen voor deze boekenmarkt. Geen auto die meer op de parkeerplaats kan. Hoe is het buiten allemaal geregeld voor de diverse bezoekers? Nou, het is zo. Vanmorgen kwam ik hier op tijd. En het stond tot op de weg in de rij om hier binnen te mogen komen. En ja, men moet in de omgeving de auto kwijt. En dat kan hier nog prima, want mensen komen, zijn een paar uur hier en gaan weer weg. Dus er is een bepaalde roulatie in parkeerplaatsen, zo gaat het dan. En tot nu toe is het allemaal prima verlopen. Het dorp lijkt een beetje verstopt, maar er is nog voldoende ruimte. Hoor. Bij. Ja. 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 Ja, ongetwijfeld. Wij wensen u vandaag en morgen veel succes. Wij doen ons uiterste best. Dank u wel. Ja, dan houden we het. Ja, kom.